De medische zending Primary Healthcare Suriname heeft in het kader van de herdenking van het 275-jarig bestaan van het medische zendingswerk in het binnenland een lezing georganiseerd. Deze lezing, met als titel MZ Hernutters in historisch perspectief, is gehouden in het opleidings- en coördinatiecentrum van de medische zending aan de Zonnebloemstraat. De medische zending gaat er namelijk vanuit dat wie het verleden niet kent, geen grip zal krijgen op de toekomst. De inleider was dominee Edgar Loswijk, die jaren verbonden is geweest aan de medische zending. Hij hield de aanwezigen voor dat bij 200 jaar medische zending men rekenschap wilde geven van wat er gedaan is op medisch gebied. Europa tot de 19e eeuw had je heel wat mensen die zich als heelmeesters, artsen uitgaven. En daaronder had je heel wat kwakzalvers. Omdat het beroep, als het ware, niet was gedefinieerd. Het was nog niet duidelijk aangegeven wie wel en wie niet medicus mocht noemen. Vandaar dat er zoveel mensen zich dokter noemden tot de 19e eeuw in Europa en dat in wezen niet waren. De meeste van deze mensen in Europa die zich artsen noemden, hielden zich meer bezig met het behandelen van wonden en dat soort zaken. En we lezen bij Sinsendorf dat er een verschil was tussen een medicus en chirurg in de praktijk. Loswijk gaf aan dat de taak van de chirurg toen was het amputeren van ledematen. Dat gebeurde veelal op zeilschepen, waar mensen vaker naar beneden vielen en daardoor een arm of been braken. De visie van Sinsendorf was echter dat er goed opgeleide artsen in Hernhut moesten werken. Hij wilde namelijk niets hebben van de kwakzalvers. In Barby, dat is een plaats aan de Elbe, de rivier de Elbe, werden studenten opgeleid, zowel in de medische richting als voor op het theologisch gebied. En in de visie van Sinsendorf was er geen onderscheid tussen die twee. Want als je zendeling was, dan was je ook arts. Dat hebben we ook in Suriname meegemaakt. De zendelingen waren ook hier tandartsen bij de EBG. Ik weet niet of je dat hebt meegemaakt of gezien. Maar dat was ook zo. Ze kregen ook een koffertje mee. En kwam voor eerste hulp bij ongelukken. Maar het was meer dan dat, mag ik u wel zeggen hoor. Ja. Dus sinds we weer werken met goed opgeleide artsen. En hij zei, tussen die twee, tussen theoloog en medicus, hoeft er geen verschil te zijn. Bij de EBG zien we dat de leerlingen van de weeshuizen werden ook vertrouwd gemaakt met kennis van de kruiden in de natuur. Aldus dominee Loswijk, die gisteravond een inleiding heeft verzorgd over de MZ Hernutters in historisch perspectief. De lezing is door de medische zending georganiseerd in het kader van de herdenking van het 275-jarig bestaan van het zendingswerk in het binnenland.